welkom in deze nu video van Ballstar. Daarnet, straks komt er dus een meneer. Dezelfde die de vorige geweest is voor de lichtjes. Omdat dat eigenlijk allemaal een beetje te veranderen ben. Dus ben benieuwd hoe het eigenlijk er allemaal gaat uitzien. Dus dat lijkt me wel leuk eigenlijk. Ik probeer zoveel mogelijk vast te leggen. Er komt ook nog een verrassing toe. Dus laat maar komen, zou ik zeggen. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Mijn backup-account is gisteren geblokkeerd op TikTok. Dus ik ben ook eens benieuwd hoe ver we daarmee staan. Ik heb, natuurlijk, er is een nieuwe aangemaakt, niet door mij, maar door iemand die ik heel goed ken. Dus het is echt niet normaal. Maar ja, leuk goed, lang dat het hoofdaccount niet weg is, is het oké. Maar dat is het belangrijkste. Dus ben eens benieuwd. Kijk, deze zijn de nieuwe spotjes die erin komen. En dit is de oude. Deze. De oude. Deze komt er helemaal uit. Je ziet het verschil. Even goed, hè. Dit zijn de nieuwe. Ze zijn 10 keer kleiner. Ze zijn als elkaar. Het is wel grappig eigenlijk. En die komen allemaal in dit plafond. Dus. Kijk, zo mooi. Kijk, ze branden al zo de lichtjes. Behalve die brandt niet. Dat is wel prachtig, hè. Het resultaat. Dus prachtig toch? Het is heel prachtig. Je ziet zo wat er vandaan komt. En je ziet echt. En dan de rest. Maar kijk, dit is het afval wat je er allemaal van hebt. Kijk, dat komt allemaal van eruit. Hè. Dat zijn allemaal die spoes. En die mogen nu weggaan. Dus alles in je plaats. En dat is echt heel mooi om te zien eigenlijk. Al lichtjes aan te steken. Dan zie je ook het eindresultaat. Dat is echt super leuk. Want ja, dat is natuurlijk ook wel leuk als je alles een beetje ziet hoe het eigenlijk is. We zouden vanavond misschien ook een stukje filmen als het donker is. Want dat is natuurlijk wel mooier als het donker is. Maar ja, ik kan maar niet zeggen buiten het licht uit. Hè. Dus wij hebben hier echt. Dat zijn allemaal de spotjes die nu echt allemaal branden. En dat is echt zo mooi. Waarom? Vroeger waren dat van die grijze, dat heb je ook kunnen zien. En nu zijn dat deze. Dus prachtig. Ik ga dit licht even uitdoen. Voilà, dat ziet zo. Dan heb je hier spots die branden. Dan hebben we ze hier. Kijk, en hier heb je dus ook helemaal spots die branden. Echt knap. En dan heb je daar een spot dat brandt. Dus dat vind ik wel leuk. Dus nu hebben we eigenlijk over heel het geheel eigenlijk van hier tot daar licht. En dat is eigenlijk wel leuk eigenlijk om. En, of je die kleuren mooi vindt of niet, ja. Dat hou ik in het midden of je dat mooi vindt. Maar ik vind het wel heel mooi eigenlijk. En ook. Het feit dat dat nu zo bij elkaar matcht, ik ga wel goed licht uit doen, want ja, is ook wel leuk. Eigenlijk, ik heb sinds dat ik hier woon, nog nooit allemaal zien branden. Er was altijd één of twee dat brandt, maar eigenlijk allemaal, nee. Het zijn er een stuk of 5 of 10, dus ik ben wel blij. We hebben die meneer ook trouwens zijn nummer achtergelaten. Dus ik vind het ook wel leuk, het is echt een leuk bedrijf. Dus dat is echt heel leuk om, ja, dus niet gesponsord trouwens, uit eigen zak betaald. En ik ben wel blij, dat hoort ook bij alleen wonen en ik ben er wel heel fier op eigenlijk. Er zal nog een verrassing komen, wat die verrassing is, weet ik niet. Het komt wel met de post, dat weet ik wel. Dus dan kan ik dat straks sowieso in ontvangst nemen. Het zou normaal rond deze uur van de tijd moeten zijn dat het zou aankomen, dus ik ben eens benieuwd. Maar je weet dat er gaat met postbode zijn. Maar ik heb niet te klagen met een postbode, zeker niet. Maar ik ben wel fier dat het eigenlijk wel eindelijk terug is. En natuurlijk zijn er wel wat details, omdat de spots die er nu in zitten, zijn kleiner. Dus het omhulsel van de spot is kleiner. Dus er zal nog wel moeten geschilderd worden en zo, maar dat komt sowieso in orde. Dat gaan we in de toekomst wel aanpakken. Je kunt niet alles tegelijkertijd aanpakken. Dat gaat niet. Dus, maar op zich, ja, is dat cool. Ik ben er echt wel fier op en blij mee. Dus binnenkort meer erover. Er is een verrassing toegekomen. Dat is de doos. Dus ik ben wel eens benieuwd wat erin zit eigenlijk. Dus ik ga het openmaken. Dus we zullen dit eventjes openmaken. Er is een pakketje toegekomen. Het
er zo namelijk uit. Het is heel goed vastgeplakt in ieder geval. Je moet het zien. Dat is niet normaal. Echt, hoe vastgeplakt kunnen ze dat gedaan hebben? Dus, wel speciaal eigenlijk. Dus we gaan het eens openmaken. Ik hoop dat het lukt zo om het open te maken. Ik kast die plastic er even af. Dus de plastic is er helemaal af. Ja, de doos zelf. Ik kun je iets gemakkelijk. Dus, en dit is de ding dan, de doos dat eruit kwam. Natuurlijk hebben ze er ook weer een plakband op geplakt. Dat doen ze altijd natuurlijk op alles, een plakband. Het is een S en een B, echt een bolstar. Oké. Spannend, dat moet ik even zeggen. Oh my god. Kijk. Zo schattig. Zo schoon. Kijk. Oh, zo mooi. Oh, echt prachtig. Oh, echt schoon, hè. Echt prachtig, prachtig. Toppers. Dat zei ik altijd in dingen, hè. Toppers, hè. Oh, daar ga ik mijn koffie uit drinken. Zo prachtig. Ja, Steen heeft dat trouwens gedaan, hè. Dat is echt mooi. Oh my god. Echt tof, 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 tof. Dus echt heel mooi. Ik ben zeer blij met de verrassing die Stijn gegeven heeft. Ik vind het echt leuk om zo'n tas te hebben eigenlijk. Waar dat je zo echt zo uit kunt drinken. Ah ja, een slogan, want dan is het geen tas. Wat bedoel, we hebben echt heel ons team samen. En dat vind ik echt leuk. Het is echt een top team. Ik kan even deze hier water geven. Je gaat ook zien de lichten en zo fel dat het er soms een beetje een andere kleur hebt eigenlijk. En dat is, soms, dat is ook wel heel grappig eigenlijk. Dus het water eventjes door. Het is wel belangrijk natuurlijk dat het konijn genoeg drinken heeft. Dus vind ik dat heel belangrijk om dat te doen. Zo. Dat pakken we mee naar daar. Zo. Zo. Even hier zetten. Ah, een beetje bukken. Zo. Er zijn al heel veel dingen veranderd in het huis. En dat vind ik ook wel super leuk. Eigenlijk. En daar word je ook wel heel blij mee. Dat het ook zo is. Dus dat is super. Eigenlijk hoe het allemaal gaat. Natuurlijk had ik wel heel graag gehad dat mijn mama dit ook nog had kunnen meemaken. Dat is nu niet het geval. Maar ja, we moeten het nemen hoe dat het is. En je kunt het niet veranderen. Je kunt blijven terugkijken. Had ik maar dit, had ik gehad maar dat. We kunnen beter kijken naar wat we wel hebben. En dat doe ik ook nu momenteel. Echt kijken naar wat dat wij hebben. Wat dat wij eigenlijk al bereikt hebben momenteel. En dat vind ik echt wel super leuk om eigenlijk wel te zeggen. Je ziet hoeveel mensen er echt dag en nacht voor mij klaarstaan. Mensen die echt, dat je denkt van, wauw, dankjewel om dit te doen. Dat vind ik echt super. Je hebt zo mensen die je echt kunt bellen, die echt oppakken, die echt luisteren. En dat vind ik wel heel speciaal, want dat heb ik nooit niet echt heel vaak gekend. Ik had wel Miranda en zo, dat wel. Maar voor de rest had ik eigenlijk gewoon, dat was het dan ook. En toen dat die weggevallen is, stond ik er ook helemaal alleen voor. Omdat ik dan, ja, ik had toen echt niemand. Want ik had er maar één. Dus, en ik merk nu wel dat dat wel heel goed verloopt eigenlijk. We gaan die tas even terug in de doos steken. Dus ik denk, terug in de doos. Voor wat heeft dat zijn nut? Terug in de doos steken. En wel, we gaan deze afspoelen. Zo. Ik ga die opnieuw voor TikTok. Daarom dat ik die terug in de doos steek. Vind ik dat belangrijk. Zo. En dan binnenkort komt die in de glazen kast te staan. En die wordt dan alleen maar gebruikt als ik die echt wil gebruiken. Dus dan gaat die echt hier in deze kast achter mij staan. Maar ik vind het wel leuk om TikTok filmpjes op te nemen. Daar doe ik echt wel mijn best mee. Veel haat krijg je erop, dat weten jullie.
Maar het is eigenlijk gewoon het feit, daar moet je niet naar kijken. Ik vind, als jij je content goed vindt, dan is dat gewoon je content. En ja, dat is het gewoon. Ezet, ik weet niet of je die kent, die heeft gisteren een duetje met mij opgenomen. Ik ga het eventjes laten zien. Even erbij halen. Omdat ik dat wel leuk vind eigenlijk om eventjes te laten zien dat hij dat gedaan heeft. Ik had het zelf nooit, maar dan ook nooit verwacht. Ik heb echt van, oh, wat heb je het weggedaan? En echt, ik had dat echt, ik zeg het, dat is echt de grootste YouTuber, eigenlijk ook TikToker, die ik ken. En ik vind het echt geweldig dat zoiets kan. Ik ben even aan het zoeken waar het staat, want zeg het, staat ook een beetje naar onderen. En dat is normaal, dat het heel moeilijk te vinden valt. Maar ik had dat totaal eigenlijk ook niet, gewoon niet in mij dat dat gewoon kon gebeuren. Dus hopelijk vond je dit een leuke video. Zeker duimhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we er gewoon weer met een gloednieuwe video. Tot ziens.